democratie gaat over de meerderheid, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid voor de minderheid. En dus kun je echt aan allerlei knoppen draaien, zeg maar. We gaan dan gezinswoning uit elkaar trekken. Ik vind het een prachtig detail. De comfort die het met zich meebrengt, er zit heel veel voordeel aan. En een andere mooie kwaliteit ervan is dat het tijdelijk is. Bepaalde acties die beïnvloeden natuurlijk wat je denkt. Ontwerpen we misschien exclusiviteit in de hand? De meest duurzame vorm van werk is eigenlijk verbeeldingskracht inzetten. Goedenavond, welkom bij World Design Embassies, een programmareeks van de Dutch Design Foundation. Die kent u natuurlijk van de Dutch Design Week, maar ook deze embassies zijn er onderdeel van. 8 verschillende programmagroepen waarin samen met partners het hele jaar wordt nagedacht over wat de toekomst van design kan betekenen voor mobiliteit, voor onze omgang met plastic, voor onze omgang met water, een inclusieve maatschappij, noem het maar op, steeds op een eigen thema. Vandaag gaan we het hebben over food, de Embassy of Food, en wel met de toekomst van de supermarkt. Wat gaan we daar eigenlijk doen over bijvoorbeeld 20 jaar? Gaan we daar nog boodschappen doen of gaan we er hele andere dingen doen? En wat voor data hebben we daarvoor nodig om daar te komen? Dat is de specifieke focus. Ik praat erover met Chloe Rutzenveld, curator van de Embassy of Food, ontwerper Lisa Mandemaker, Koen Venema, rechts van mij, hoogleraar Humane Biologie en Beneficial Microbes Consultancy, Miguel Bruns Alonso, universitair hoofddocent bij het cluster Future Everyday, onderdeel van de opleiding Industrial Design aan de TU Eindhoven, en Alessandro Guglielmi, productmanager bij Albert Heijn. Ik spreek het vast niet goed uit, maar je mag hem straks verbeteren. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Als je thuis nou een vraag wil stellen en een beetje mee wil doen aan het gesprek, dan kan dat. Ga even naar menti.com en voer dan de code in die zo in beeld komt. Kijk, dat is deze 3124547 en dan komt je vraag hier op deze iPad binnen. Chloe, ik begin met jou. De MC die hield zich eigenlijk afgelopen jaar al bezig met die supermarkt van de toekomst. Maar nu kijken jullie iets verder vooruit, volgens mij. Hè? Ja, dat klopt. Vorig jaar hebben we vooral gekeken naar producten, eigen productniveau van nu en in de toekomst. Maar wat ik al heel snel in de gaten had, is dat er best wel weinig projecten waren gedaan rondom die supermarkt van de toekomst. Of supermarkt in het algemeen. Dus het was best wel lastig om echt goede projecten samen te stellen die soort van vervulden waar ik naar op zoek was, of waar ik toen met Annelies Hermsen naar op zoek was. Dus we hebben toen de focus gelegd echt op food design discipline en hoe je eigenlijk ontwerpers in kan zetten in eigenlijk het oplossen van vraagstukken rondom voedsel en wat het nut van food design zou kunnen zijn. En dit jaar trekken we dat breder. Dus we gaan ook met social designers werken, met echt speculatief ontwerpers. En we trekken het ook breder naar de functie van zo'n supermarkt in 2050. En dat kan ook verder gaan dan alleen maar de voedselproducten. Ja, 2050 is dus de stip op de horizon. Iets verder dan je eerst deed. En dan gaat het eigenlijk over misschien wel een bijna leegstaand gebouw, want al onze boodschappen worden gewoon thuis bezorgd, toch? Dat zou misschien een uitkomst kunnen zijn. Is er nog wel een supermarkt of is die er helemaal niet meer? Maar het zou kunnen zijn, wat als inderdaad heel veel producten online gekocht worden? Is dan de functie van een supermarkt dat je daar naartoe gaat voor educatie? Dat je uitleg krijgt over nieuwe productie of nieuwe producten, nieuwe productietechnieken, dat je er kan proeven, dat het veel meer een soort van experience center wordt. Misschien kun je er wel een stukje huren waar je een vertical farm zelf hebt en waar je dus kan experimenteren met nieuwe gewassen. Of misschien wel een bioreactor waar je direct je voedingsstoffen kweekt met behulp van microben. Maar er zijn dus ook bijvoorbeeld scenario's van wat als het een soort van superbeing wordt waarin niet producten een commodity zijn, dus dat wij alles maar gebruiken, maar dat misschien die supermarkt ons gaat gebruiken. Dus het kan alle kanten uitgaan. Dat klinkt heel duister, dat die supermarkt ons gaat gebruiken. Wat bedoel je daarmee? Ja, dus wij zien nu natuurlijk heel erg echt een soort van antropocene gedachte dat wij als mensen in het midden staan en eigenlijk alles maar gebruiken en ontwerpen naar onze hand. Mm-hmm. Maar misschien evolueert zo'n supermarkt dat hij of dat die supermarkt, ze noemden hem bijvoorbeeld, ik zal er zo op komen, maar het is een van de ontwerpstudio's die meedoen met het Embassy Lab. Maar ze noemen hem bijvoorbeeld Albert. Dat Albert dan zelf gaat bepalen wat de prijs is of wie recht heeft op bepaalde producten. En dat de supermarkt dus veel meer soort van de stem gaat zijn in plaats van wij als mensen die alles maar gebruiken.
een eigen entiteit die bepaalt, zeg maar. Bijvoorbeeld. Embassy Lab, dat woord viel net, die term. Ja. Dat gaan jullie gebruiken. Dat is een kleine koersverandering. Wat houdt het precies in? Ja, dus wat ik al zei is dat we vorig jaar echt al merkten dat er weinig projecten waren waarvan ik dacht, dat is echt heel gaaf om een tentoonstelling over de supermarkt van de toekomst mee te maken. Dus ik dacht, ik hoef eigenlijk niet een soort van passief te zoeken als curator naar projecten die gedaan zijn. Wij kunnen ook gewoon vanuit de embassy een soort ontwerpopdracht uitschrijven. En zowel dus ontwerpers als bijvoorbeeld studenten aan de slag laten gaan met dit vraagstuk. Dan krijg je dus een hele gerichte uitkomst. Of juist heel veel verschillende scenario's. En dan is dat eigenlijk de basis om daaromheen het verhaal te ontwerpen als zeg maar het curatorverhaal eromheen. En dat is eigenlijk veel spannender. Want zoals ik al zei, we werken niet alleen maar met food designers, maar dus ook echt veel breder. Mensen die kijken naar de sociale functie van een supermarkt. Hoe verandert dat in 30 jaar? Maar bijvoorbeeld ook zintuigelijk. Dus wat kun je daar ruiken, voelen, proeven? Als er heel veel dingen gaan veranderen, weet je, wat is daar de rol van? Dus, en ook data. Dus als je naar verschillende thema's kijkt, dan is het ook leuk om met verschillende type ontwerpers te werken. Of echt speculatieve ontwerpers. En daar leent het zich heel erg goed voor. Ja, een van die bijzondere verhalen is van Merle Bergers, ontwerper. Zij gaat voor jullie aan de slag met data, geur en darmflora. Hoe werkt dat precies in een supermarkt? Ja, nou dus we hebben eigenlijk in dat Embassy Lab hebben we dus drie thema's bedacht. Dus dat is technologie en data. Dus dat kunnen dan persoonlijke data zijn, dus over gezondheid. Maar gewoon eigenlijk data in het algemeen. Dus wat is de rol daarvan? Vervolgens sociale aspecten. Dus hoe gaat dat veranderen? En eigenlijk de supermarkt in het algemeen. Dus hoe verandert die plek? Wat koop je? Wat zie je daar? Hoe verandert dat in het algemeen? Merle Bergers is inderdaad bezig met het stukje data, gezondheid. Dan hebben we Non-Human Nonsense, die bezig is met het tussenstuk, zeg maar, van hoe die supermarkt in zijn algemeen gaat veranderen. Vandaar dus dat superbeing-verhaal. En dan het laatste is het sociale, waar Lisa Mandenmaker mee bezig is. En de studenten van de TU, die mochten eigenlijk een beetje kiezen tot tussendoor. Dus dat is wel een leuke aanvulling. Nou, wat Merle eigenlijk aan het doen is, is zij had sowieso altijd al een interesse in darmflora. Ze heeft ook een keer een belly bar gemaakt toen ze nog op de Design Academy studeerde. Een belly bar? Daar drink je belly shots? Of wat? Nee, het is een soort. Het is kijk, je darmflora en je darm hebben een heel belangrijke functie. Dus ze zijn. Ja, ze zijn gewoon een heel belangrijk onderdeel van ons. Zorgen hoe je je voelt, heeft daar natuurlijk mee te maken. Dus je humeur, maar ook dus je mentale en fysieke gezondheid. Nou, je ziet bijvoorbeeld daar een afbeelding. En het zit echt naar binnen. En heel weinig mensen doen er eigenlijk de aandacht aan besteden die het verdient. Dus hij had het eigenlijk naar buiten gebracht. Dus zodat je wat in je zit heel erg goed naar buiten kan zien. Dus ja, eigenlijk een project om te praten over die microbiota en dus die darmflora. En toen we haar hebben uitgenodigd voor dit lab, vond ze het eigenlijk meteen heel interessant. Dus om dat eigenlijk ook een stukje verder te nemen. Dus wat nou als je een supermarkt binnenloopt en je je vingers scant of je iris of bloed achterlaat. En er wordt een scan gemaakt van of wel je poep, van hoe dat nu in elkaar zit. Dus de samenstelling, hoe gezond je bent, wat je mist. En dat er dan een soort van nevel van goede darmbacteriën over je heen komt. Ter aanvulling van je dieet, die over 30 jaar misschien radicaal ook veranderd is. En daar is zij nu mee bezig. Ze zijn nog wel echt in een heel vroeg stadium eigenlijk. Dus ze zijn echt net begonnen met het uitwerken van hun projecten.
Maar dat is een beetje het grove idee waar zij nu mee spelen. Als een soort van interactieve experience in die supermarkt van de toekomst. In Albert Heijn een darmflora douche. Ja, nou... Maar ik weet niet of dat een catchy woord is. Nou, maar ik vind het super catchy. Misschien? Weet ik niet. Ik denk dat het inderdaad ook meer een soort van een meting haast is. En op daaruit verdere adviezen of dat je daaruit wordt geholpen. Mm. Ik denk dat die vorm van personalisatie... dat kan ik ook wel voor me zien op een manier. Dan is het even los van hoe je dat verwezenlijkt, met welke partijen je daar bij elkaar moet brengen. Want dat zal sowieso een samenspel zijn. Dus je gaat daar thematisch voor zoiets een bepaald ecosysteem of een darmfloraatje, als je wil, creëren om dat ook te verwezenlijken. Ja, inderdaad. Maar het is niet ondenkbaar dat je dat in Albert Heijn ooit zou kunnen doen. Ik weet niet per se. Ik denk dat je gewoon persoonlijk steeds meer persoonlijke adviezen, dat is iets wat je de hele tijd nu al ziet. Ja. En omdat op een gegeven moment op basis van data die meer een soort van lichaams-eigen is. Ja, dat kan ik op een gegeven moment wel voor me zien. Alleen dat komt wel met allemaal andere complicaties en moeilijkheden. Van hoe ga je met die data om, et cetera. En hoe je dat in zo'n partnership opbouwt. Ja. En dat zijn dan problemen die we dan moeten oplossen. Want als je kijkt naar de huidige situatie. Nou, je zegt nu bijvoorbeeld dat je de Albert Heijn in, of een supermarkt in zou lopen en daar even je bloed afgeeft. Ik denk dat als je dat nu aan de gemiddelde Nederlander vraagt, dat die daar misschien minder happig op is. Mm. Maar en misschien bij een andere partij wel. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je die data soort van samenbrengt onder goedkeuring van de persoon van wie die data is. En je ziet ook dat wetgeving en regelgeving daar ook steeds strenger over wordt. Dat we willen graag die mogelijkheden benutten, maar het moet wel op de juiste manier. En het moet wel ook altijd met toestemming van de persoon om wie het gaat. Ja, nou, daar gaan we het zo inderdaad zo verder over hebben, over die data. Maar inderdaad, goed alvast opgemerkt. Koen, is het überhaupt mogelijk, zo'n darmflora douche? Ja, ik denk het wel. Het is een heel leuk concept. En kijk, als het over 20 jaar zover moet zijn, dan zie ik het wel gebeuren. Ik ben zelf ruim 25 jaar geleden gepromoveerd. En toen werd mij gevraagd van, kan je 25 jaar vooruitkijken wat er met jouw onderzoek gedaan wordt? En ja, dat kon ik niet echt. Nu kan ik wel 25 jaar terugkijken om te zien wat voor stappen we gemaakt hebben. En als je dat doortrekt, dan zie ik best wel mogelijkheden om inderdaad zo'n douche van bacteriën te krijgen. Er zitten wel uitdagingen bij. De meeste bacteriën die wij in onze darmen hebben, die kunnen niet tegen zuurstof. En ja, als je ze vernevelt in de lucht, dan ja, worden ze blootgesteld aan zuurstof. Ja. Dus dan moet je ze misschien een beschermjasje geven of zo. Hè. Nou ja, daar wordt ook heel veel aan gewerkt, want die bacteriën worden ook wel via voeding ingenomen in capsules, tabletten. En ja, dan zit er ook zo'n beschermjasje omheen. Dus wat dat betreft kan dat zeer zeker wel, ja. Ja, dus het zou bijvoorbeeld in een drankje geperst kunnen worden of in een pil. Ja, en die dingen die worden al wel gedaan. Hè. De probiotica producten zijn daar bekend van. Hè. Ik weet niet of we reclame mogen maken. Het is ook niet per se reclame voor dit product. Maar hè, zo'n flesje Yakult, daar zitten miljarden bacteriën zitten daarin. Hè. Het zijn allemaal van die hele kleine micro-organismen die erin passen. Ja. En ja, in onze darmen doen ze daar hele goede dingen. Dus je hebt daar echt iets aan. Het is goed dat je nu aan tafel zit, daar was ik altijd benieuwd naar. Ja, je hebt daar echt iets aan. Ja, wel voor bepaalde zaken. Yakult is bijvoorbeeld goed voor stoelgang. Hmm. Maar als je wat hebt met je huid of zo, dan moet je geen Yakult nemen. Dan moet je weer een ander probioticum product nemen. Ah, ja. Daar raken de consumenten nog wel eens door in de war van wat moet je dan nemen. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja, ja. Maar een probiotica hoek, waarin je dus inderdaad dit verschil tussen iets voor je huid, voor je stoelgang, dat zou prima kunnen. Ja, en dat zie je al veel meer ook in kruidvat of ethos ontstaan, dat daar specifiek getarget probiotica verkocht worden voor bepaalde zaken, ja. Ja, ja. Interessant, dus zo speculatief is het eigenlijk niet eens meer. Nee, en wat ik heel leuk vind, is dat... hij zegt, nu hebben consumenten soms nog echt moeite om te denken, wat is nou goed voor mij, of wat moet ik nou pakken, wat werkt wel, wat werkt niet. Dus dat ze door de boom het bos niet meer zien. Maar stel, het kan echt gepersonaliseerd en je kan het direct aflezen. Dan kun je direct toepassen. Zo, dan hoef je zelf niet meer te zoeken wat voor product. Want het is dus niet per se geïntegreerd in een product. Het is gewoon de bacteriedouche die je gewoon afgemeten of afgepast op je eigen lichaam krijgt. Dus dat zou natuurlijk wel grappig zijn.
En wat ik heel erg leuk vind is dat... Koen, je bent natuurlijk echt een wetenschapper. En de meeste wetenschappers die denken heel weinig na over de toepassing. En dat, wat ik zo leuk vind is dat Koen niet meteen denkt... Oh, dat wordt, ja, dat is wel ingewikkeld. Ik weet niet of dat waar gaat worden. Maar dat hij heel praktisch eigenlijk geïnteresseerd is in toepassingen. Hadden we toen straks ook al even over. En dat vind ik heel erg leuk. Want ik denk dat juist dat ook een ding is waar ontwerpers goed bij kunnen helpen. Met toepassingen bedenken van alles wat nu al plaatsvindt. Want het onderzoek naar die darmbacteriën. Dat je kan heel goed zien natuurlijk aan zo'n poepmonster. Ik heb ooit een keer een poepmonster bij Koen ingeleverd, een aantal jaren geleden, ja. Voor een project. En wel voor een project, ja. Nee, ja, ik heb hem gewoon opgestuurd. Ik denk, ja, ik ga gewoon poep naar nee. Hoe ruimdenkend Koen is, maar... Ja, ja en dus... En ik vond het best wel interessant, want je bent natuurlijk altijd met voedsel bezig als food designer, of als ik dan als ontwerper... maar dat je dan kan zien wat voor bacteriën je heel veel hebt, wat niet, wat goede bacteriën zijn en wat niet, hoeveel eigenlijk, wat voor populaties en wat dat dan betekent. Want we moesten ook echt een food-dagboek meegeven eigenlijk. En terwijl ik dacht dat ik super gezond had, hè, ik had vegetarisch, ik had heel veel groenten, heel veel fruit, heel veel vezels naar mijn idee, bleek dus wat ik terugkreeg, ik had sommige... extreem hoog en heel erg laag. Dus een hele beperkte bevolking, om het zo maar te zeggen. Wat helemaal niet zo goed is voor je afweersysteem. En toen dacht ik, ja shit, eet ik dan niet divers genoeg? Of moet je dan toch meer dierlijke producten nemen? En dat heeft mij echt wel aan het denken gezet. Ja. Ja, dat is inderdaad wat we tegenwoordig kunnen. Hè. We kunnen een poepsample... veel mensen vinden het moeilijk om erover te praten, maar ik werk er dagelijks mee. Die kunnen we analyseren om te kijken welke bacteriën daarin zitten en die klassificeren. En wij zijn sinds oktober bezig om dat met een spin-off bedrijf van de Universiteit Maastricht ook commercieel uit te zetten. Dat ja, de consument dat kan laten doen. En dan krijgen ze gepersonaliseerd advies van welke dingen ze zouden moeten eten om hun darmflora te optimaliseren. Dat bedrijf heet Inner Buddies. Dat zou in maart live moeten gaan. Nou, we zijn de laatste dag van maart en we redden het helaas net niet. Maar binnen 1 of 2 weken gaat de website open. En we hebben al wat persaandacht gehad. En er staan al 80 mensen te popelen om ook hun poepsample op te sturen naar mij. Om dat te laten analyseren. Om dan te kijken van hoe kan dat verbeteren. Ja? Ja. En ja, dat is ook iets wat denk ik in de supermarkt van de toekomst steeds meer gaat gebeuren. Dat je op basis van dat soort data, en dan hoeft het niet alleen poep te zijn, kan inderdaad bloed of we hadden het er net even over uitademingslucht bijvoorbeeld. Daar kan je ook heel veel aan meten. Dat is natuurlijk veel minder invasief. Hè? Mensen zijn veel eerder geneigd om dat af te staan dan bloed of poep. Ja. Kun je toch heel veel data halen en kijken hoe gezond je bent. En dat gecombineerd met dan wat gegevens over geslacht, gewicht, lengte, dat soort zaken. Kom je een heel eind met ja, wat mensen zouden moeten eten om een stuk gezonder te zijn. En dan zou meteen een boodschappenlijstje uit kunnen rollen als je bij wijze van, ja. Zou doen. Ja. De vraag die ik hier ook heel erg bij heb is, hoe bepaal je dan wat gezond is? Want daar zijn zoveel verschillende gedachten of ideeën over. Dus ook, jullie geven een advies van... dit zou je eigenlijk meer moeten hebben of dat zou je minder moeten hebben. Maar dat is ook van een bepaalde leer of van een bepaalde hoek... om te bepalen wat dan het ideale balans is dan, toch? Ja, daar zitten wij hebben diëtisten in dienst die daar natuurlijk heel goed naar kijken. Hè. Je moet ook een bepaalde balans van de macronutriënten hebben, eiwitten, vezels. Nou, vezels is iets wat de Nederlandse bevolking gemiddeld sowieso te weinig binnenkrijgt. En die vezels zijn net de componenten uit ons dieet waar onze darmbacteriën een feestje op houden. Die groeien daardoor en die produceren daaruit ook componenten die voor ons juist weer gezond zijn. Het grappige is dat die bacteriën die daar zitten, die zijn enorm belangrijk voor ziekte en gezondheid. Omdat ze met ons als gastheer een interactie aangaan. Hè. Ze... interacteren met ons immuunsysteem, met ons metabolisme en de gedachte is zelfs met ons brein. Hè. Dus de term gut feeling op zijn Engels is misschien helemaal verkeerd niet. Hè. Dat ze ook inderdaad hoe we ons voelen,
of we blij zijn, verdrietig, depressief. Maar ook dingen als Parkinson's en Alzheimer, daar spelen ze een rol bij, omdat ze met ons die interactie aangaan. Dus wat dat betreft zijn ze wel heel erg belangrijk voor ziekte en gezondheid. En ja, ik geef toe dat met de huidige stand van zaken kijken we daarna. Hè? Dus ja, we hopen in de komende 20 jaar ook daar veel meer weer over te leren en dat advies nog veel beter aan te kunnen scherpen. Maar ja, wij zijn er nu op ingestapt omdat we denken dat we al heel veel goed kunnen doen. Zeker. Ja. Is dit een lange termijn advies of is het een momentopname wat voor wijze van spreken een dag of een week geldt? Nee, wat het advies wat wij geven, daarvan vragen we de mensen om dat tenminste een maand vol te houden. En nou ja, voor ons natuurlijk dan bij voorkeur nog een keer te laten testen, want voor ons zijn dat dan weer de inkomsten. Maar zo lang moet je wel denken voordat er ook echt veranderingen ontstaan in die darmflora. Het is niet zo dat het met 1-2 dagen gepiept is. En ook probiotica bijvoorbeeld zou je voor een langere periode moeten nemen. Want wat daarmee gebeurt is dat als je ze inneemt, dan ja, wassen ze ook gewoon door het lichaam weer heen. En komen ze er weer uit. En ja, dan ben je ook meteen het voordeel van die probiotica weer kwijt. Ja, ja. Duidelijk. Alessandro, partner van de Embassy ook, vanuit Albert Heijn. Inderdaad, hoe zit het met dit idee? Is dit persoonlijke voedingsadvies geven vanuit de supermarkt? Nou, ik denk, wat ik hiervoor ook zei, steeds persoonlijker advies geven, dat is zeker iets wat je gewoon nu ook al ziet en ook steeds verder zal gaan. Dus ik denk dat je vanzelf op een moment komt dat je het ook met dit soort dingen, bloed, DNA, darmflora, dat je op basis daarvan adviezen gaat geven. Maar ja, volgens mij waar je ook op doelt, het hangt er ook een beetje vanaf van waar het consumentenvertrouwen in zit om dat te geven of niet. Mm. En uiteindelijk is het meer het technische van hoe koppel je die informatie aan producten en wat bepaal je wat gezond is om, nou, dat boodschappenlijstje wat je net noemt, hoe je daar uiteindelijk uitkomt, ja, dat is meer gewoon daarmee bezig gaan, samenwerken met partners en daar, dat zien we wel goed, zeg maar, dat loopt vanzelf wel. Ja, dat consumentenvertrouwen, dat is iets wat lastiger is en ook wat nog meerdere wegen op kan. Want het betekent niet per se dat je zoiets soort van in de praktijk hebt. Wat je nu ook ziet met data is dat het best kan zijn dat het door iemand anders gewaarborgd wordt. En dat het iemand anders alleen soort van dat boodschappenlijstje eruit krijgt. Dus daar zijn nog heel veel verschillende routes. Maar dat het die kant op gaat, ja, dat kunnen we wel zien. En wat is dan het belang vanuit Albert Heijn om die kant op te gaan, om echt persoonlijk te worden? Nou, je helpt mensen daarmee. En ik denk dat dat gewoon een belangrijk streven is, überhaupt om het gemakkelijker te maken voor mensen. Maar ook gewoon als maatschappij is gezondheid een belangrijk thema. Mm. En daar vinden we eigenlijk dat ook elke speler daar zijn of een rol in kan spelen. Het is uiteindelijk een samenwerking dat iedereen daar iets in moet doen. Dus ook als Albert Heijn daar of elke supermarkt lijkt me daar een faciliterende rol in kan spelen om het leven van mensen beter te maken, het leven van mensen gezonder te maken. Ja, dat is zeker iets wat wij ook streven. Ja. En dan een nauwere band met je klanten zorgt natuurlijk voor trouwere klanten die ook weer bij de Albert Heijn komen winkelen. Ja, ook. Dat is ook het streven daarin. En inderdaad, hoe ver moet je daarin gaan? Want ik moet er niet aan denken dat mijn darmflora in de supermarkt bekend wordt, laat staan, ergens opgeslagen wordt. Of, waarom niet, als ik vragen mag? Dat is nogal persoonlijk, toch? Wat is er in je darmen allemaal voor feestjes op vezels afspelen? Ja. Ja, ik denk eigenlijk ook, als je het nu op een papier voor je zou krijgen, zou je daar, de meeste mensen uit die data kunnen ook niet per se iets heel erg afleiden. Yeah. Dus het is heel erg een gevoelskwestie dat erin zit. Want het zijn honderden bacteriën. Want ik dacht toen ook, als je het hebt over, als je die dus doelbewust gaat kweken, ik was even aan het bedenken hoe dat dan uit zou zien. Want als je dus zo'n, als we even teruggaan naar het idee van Merle bijvoorbeeld, als je dat dan gaat samenstellen, heb je dan potjes met bacteriën of zo die je opgekweekt hebt? En dan denk ik, een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje van dat. Een soort vitrine, net zoals je nu het vlees hebt. Ja, maar het zijn echt honderden. Hè? En dan wat maakt een gezonde darmflora boost voor jou? En wat ik grappig vond, is ook de mood. Dus wat, in plaats van dat je denkt, ook wil gewoon gezond zijn, misschien wil je happy zijn voor die middag en dan bestel je een shotje happy. Hmm. Of ja, wil je iets anders compenseren? Of ben je verdrietig en wil je een oppeppen? Of ben je moe? Of ben je juist te energiek? Wil je misschien rustig? Ja. Yeah. Misschien kan die darmflora daar dan ook aan bijdragen. Ja, dat kan zeker.
Ik heb 15 jaar geleden eens een keer bedacht van als we nou bij voetbalhooligans de darmflora een beetje aanpassen, dan zijn we van het probleem af. Nou, dat was toen een hypothese, maar dat lijkt nu echt wel ook te kunnen. Ja, door bepaalde bacteriën te onderdrukken en andere te stimuleren, kan je echt die link met het brein ook aanpassen. Die bacteriën die produceren allerlei stofjes die door ons lichaam opgenomen worden en die dus in ons lichaam weer effect hebben. Zo is er een studie in een muizenmodel voor autisme geweest dat één metaboliet, één stofje geproduceerd door die bacteriën ervoor zorgt dat die muisjes het repetitive behavior laten zien wat kinderen met autisme ook hebben. Hè? Die vaak zo heen en weer gaan. Mm-hmm. Nou, in dit geval van het muisje was dat dan dat het rondjes bleef lopen totdat dat stofje weg was. En dat is één stofje waardoor je darmflora geproduceerd wordt. Als dat het brein bereikt, heeft dat dus zulke effecten op gedrag. En ook sociale aspecten waarbij die muisjes waren helemaal van slag. Twee muisjes die bij elkaar in één hok zitten, die zitten elkaar een beetje af te snuffen en een beetje te zoenen bijna. Hè. Maar twee van die muisjes die dat stofje kregen, die bleven zo ver mogelijk van elkaar verwijderd. Dus ook dat sociale aspect wat kinderen met autisme hebben, dat werd gekopieerd in zo'n muismodel. Dus dat is echt wel een eye-opener voor mij geweest om te denken van ja, die micro-organismen die zitten daar niet voor niks. En er is zelfs een anekdote van iemand die denkt dat als wij naar de supermarkt gaan en we trekken wat uit dat schap, dat wij niet bepalen wat we willen eten, maar dat die micro-organismen in onze darmen dat aan het doen zijn. Mm. Ja, nou, dat vind ik nog net even iets te ver, maar wie weet, wie weet. Dan moet je je reclames heel anders gaan inrichten. Zeker. Ja. Wanneer denk jij dat dit realistisch is, dat zoiets, zo'n hoek te vinden zou zijn in de Albert Heijn? Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik denk als je puur kijkt naar de technische mogelijkheid. Nou, er worden al hele goede grote stappen gezet. Maar technisch mogelijk zou dat wel niet te lang. Dus dan zou ik dat echt wel voor 2050 zeg maar verwachten. Ja. Maar het is naast of het technisch mogelijk is, is het ook de vraag of het menselijk mogelijk is. Er zijn genoeg voorbeelden van producten die al 20 jaar geleden uitgevonden zijn en dan bij wijze van pas veel later daarna geaccepteerd worden door de markt. En dat is gewoon veel moeilijker om te zeggen. Hmm. En hoe is dan nu, het is allemaal nog in ontwikkeling, maar wat is voor nu de definitie waar je mee werkt voor hoe de Albert Heijn eruit ziet in 2050? Ik denk dat ik word een beetje geprikkeld door de vraag, de definitie van hoe de supermarkt eruit gaat zien. Ik denk dat het, er is niet één definitie. Er zijn een soort van meerdere richtingen, er zijn meerdere mogelijkheden, meerdere dingen die ook samenkomen bij elkaar. Dus ik denk dat het juist ook is, we pretenderen niet soort van een glazen bol te hebben waarin we dat in de toekomst kunnen kijken. Was het maar zo, dan zou het heel anders zijn. Dus ik denk dat het heel erg juist gaandeweg kijken is wat de maatschappij vraagt, wat ook geboden kan worden vanuit de techniek. En daar juist de hele tijd met elkaar dialoog over hebben. En met wat voor horizon heb jij dan? Met wat voor horizon werk je? 5 jaar? 10 jaar? Verschilt per afdeling als je soort van kijkt. Maar sommige mensen die zitten echt op een 3 jaar focus. Sommige mensen zitten echt veel meer op een 30 jaar focus. Ja. Dus dat er wordt wel op al die tijdstermijnen wordt wel gekeken of over nagedacht. Maar ja, om dan echt van een definitie te spreken is heel moeilijk. Hmm. En toch een beetje, wat is dan jouw persoonlijke voorgevoel? Of voor zover jij je bezighoudt met de toekomst? Nou, als ik dan iets persoonlijker ga kijken, ik denk, en dat is denk ik ook heel erg in lijn met wat Chloe hiervoor zei, is dat de rol van de supermarkt gaat gewoon heel anders zijn. Het gaat enerzijds een ontmoetingsplek zijn, plek waar mensen bij elkaar komen. Ik bedoel, eten verbindt heel erg. Dus die kracht zal je blijven houden. Maar anderzijds zal het ook veel meer gaan om de ervaring en ook een stukje. Ik weet niet of het educatie is of expositie, maar een stukje waarbij je leert over producten of persoonlijk advies krijgt. Ook gewoon nieuwe technologieën soort van uitgelegd krijgt hoe die werken. Dus dat het een beetje een gedeelde karakter krijgt van een bij wijze van een kantine en een museum. Ja, het van door elkaar heen. Ja. Ja. Interessant. Ja. Blijf lekker aan tafel zitten. We praten namelijk nog verder straks over dit onderwerp. Maar we gaan eerst even van een ander vernieuwend idee over de supermarkt naar een kort intermezzo van Student Industrial Design. Ze staat er klaar. Dia Samit. Ga je gang.
I'm Dia, and I'm from TUE. Yeah, and I'm also doing a project on the supermarkets of the future as my bachelor end project. So we live in an age where human impact on the environment is so profound that it's probably going to leave an impact for millennia. At the close of 2020, there was more human-made material on the planet than actual biomass. And this notion for me was really terrifying and really scary, and something I wanted to address through my project. We know that in 2050, 2/3 of the world's population would be living in mega cities, and that food prices are going to soar by over 80%. So what would this mean for a sustainable future? What would this mean for food? We would have to make the food system sustainable, we would have to decentralize humans as the sole subject of consideration. But then what would this future actually look like? I imagine an open source sustainability future where the markets would be highly connected and resource consumption would be super efficient. Of course, agriculture would be data driven and health would be personalized and the processes would be transparent. But this desirable future is very much affected by climate shocks and economic shocks. So what would that mean for the foods we eat, especially exotic foods? Because humans are very prone to wanting new experiences and wanting new things, and they always desire a change. And exotic is defined as something striking or mysterious or outlandish. So how would this fit in this new post-Anthropocene future, which is what I am imagining in my project? So the basis. The basis of my project is exotic spices. Spices are exotic because they have a whole history behind them. Spice trade is what established vast empires and came to define global economy. But now they're super ubiquitous. You find them in every supermarket shelf. You find them everywhere, and they're very much a part of our life now. So how would spices change? So what I imagine is, I'm using turmeric as my base. So this is turmeric now. And if you want a property from it, you have to consume the whole thing. That means you don't just get the flavor, or you don't just get the color, or you don't just get the health benefits. You get everything together in this one thing. But what if we could isolate those properties into different parts, like here? So maybe the skin gives you health benefits, but inside there's this super glossy thing that has pulp inside, which gives you the flavor, and then this oozing liquid that gives you, color or the fluorescent quality of things. So you don't just have a spice, you then have a palette of properties that a spice has, and then your options are so many, are just a lot more. So what I imagine is making this future spice out of bioengineered fungus, where you could use chemistry to impart these different flavors into the spice. But why fungus? Fungus is super climate resilient. It evolves really quickly, and it's going to be very common in the future. Everybody's going to be using fungus. People are exploring making entire meals out of fungus. But the research also suggests that you can change, modify color, texture, flavor of fungus itself. So that means it can also be an additive ingredient, just like a spice. So that's what I'm trying to explore and see what possibilities lie there. Thank you. Let's give her a round of applause. Spicy fungus in the supermarket. Thank you. Inmiddels is aangeschoven ontwerper Lisa Mandenmaker en Miguel Bruns Alonso, partner van de MC, ook welkom. Dank aan Koen, die inmiddels aan het publiek verhuisd is, ook nog voor de antwoorden. We hebben een snelle shift gehad. Lisa, ik begin bij jou. Je zat een paar weken geleden ook in de uitzending met een speculatief ontwerp over een kunstmatige baarmoeder. Dus ik snap de link tussen techniek en design en het lichaam. Nu ben je met organic data bezig, hè? Hoe werkt dat? Organic data. Het was inderdaad een van de dingen waar ik naar aan het kijken was voor mijn onderzoek. Ik zit nu nog in een brede onderzoeksfase voor dit project. En dat was inderdaad ook om na te denken
om op een andere manier over data na te denken. Wat je net ook noemde van, oh, dan ga ik iets heel persoonlijks afgeven. En dat vind ik een beetje moeilijk. Maar door na te denken over organic data is misschien, kunnen we andere manieren vormgeven hoe we die data afgeven. En dat we misschien nog die ownership daarover voelen. Of dat we daar zelf mee aan de slag gaan. Of dat dat veel meer actief is. En, heb je daar al een voorbeeld van? Hoe ik overgehaald zou kunnen worden om in de Albert Heijn toch iets af te staan zonder dat het moeilijk wordt? Nou, nog niet helemaal. Ik ben nu meer, er is een dataontwerper, zij heet Georgia Loopy. Daar ben ik me aan het verdiepen. En zij maakt het allemaal heel analoog, maar het gaat wel over technologische data. En ik vind dat wel heel interessant, hoe je die technologie omzet in iets analoogs, zodat je er zelf mee aan de slag kunt gaan. En dat kan gewoon met tekenen zijn of met fysieke producten. Dus dat je er meer gevoel bij hebt. Ja. Zoals contant geld, dat draag je bij je en je data draag je bij je en dat kun je overdragen of uitlenen. Ja, nou, contant geld is een goede, een goed voorbeeld. Want dan voel je misschien dat je dat geld uitgeeft in plaats van je pinpas alleen scannen. Mm. Dan voel je dat niet uit je bankrekening gaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus daar ben ik over aan het nadenken. En ik heb daar nog niet echt een vorm of richting voor binnen dit project. Maar zo ben ik een beetje allerlei dingen aan het bekijken. Wat voor dingen nog meer? Inderdaad, je zei het is een hele brede vraag. Mijn richting is vooral over sociale rituelen die gaan plaatsvinden in die supermarkt van de toekomst. Daarvoor heb ik een aantal dingen nodig om daarover na te kunnen denken. Dus wat is de functie, de sociale functie van zo'n supermarkt dan nog? Dus ik ben eigenlijk vertrokken vanuit dat idee dat we straks al onze boodschappen thuis laten bezorgen. Mm-hmm. Wat is dan die fysieke winkel nog? Wat kun je daar dan doen? En ik ben vooral aan het kijken van, ja, hoe kom je daar nog mensen tegen? Wat betekent dat dan? Wat voor ervaringen moet je daar dan hebben? Daar ben ik naar op zoek. Ja. Alonso, is dat iets waar jullie over nadenken? Zijn er überhaupt nog mensen in de supermarkt en kun je dan ook al je boodschappen daar nog doen? Of wordt het allemaal thuis bezorgd? Ik zei dat natuurlijk in de inleiding heel makkelijk even. Ik denk dat er hybride modellen blijven. Want ik denk dat er wel zeker nog steeds een fysieke locatie blijft. Het doel, zoals Lisa ook zegt, van die locatie gaat heel anders zijn dan dat het nu is. Maar als je daar eenmaal bent, dan kan het alsnog zijn dat je de optie krijgt van, hey, ik wil de dingen die ik geproefd heb of ervaren heb, die wil ik nu met me meenemen. Of die wil ik nu hier ter plekke opeten. Of dat je inderdaad zegt van, laat ze maar thuis bezorgen. En ik zodra ik thuis ben, zijn ze er. Ja. Die kunnen allebei naast elkaar bestaan. Daar hoeft niet een keuze in gemaakt te worden. Ja, en jij zei ook, sociaal gezien zal het ook anders worden. Hè? Dus dat een andere interactie zijn. Heb jij dan iets voor ogen als je dit zo hoort bij Lisa? Iets voor ogen, hoe bedoel je precies? Nou, een food court waar je samen gaat zitten eten of waar je samen kookt misschien wel. Of, ja, ik denk dat je veel meer dat soort dingen gaat hebben. Enerzijds als je echt kijkt naar het eten, waarbij het gaat om samen eten, die interactie met elkaar ook. En ook hopelijk een manier hoe je op die manier met mensen die je minder goed kent of vreemden alsnog wel een soort van interactie of dialoog krijgt. Want er zijn weinig plekken in de maatschappij waar je met, laten we zeggen, wildvreemden, een soort van vorm van interactie aangaan. Ja. Dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant, dat stuk eromheen, waarbij je mensen nieuwe ervaringen laat opdoen of uitleg geeft over of hun persoonlijke voeding. Maar ook eigenlijk achter elk product kan je eigenlijk wel een verhaal vertellen. Als je de maker van elk product vraagt, wat is dit product? Dan kan je bij wijze van 2 uur lang vullen daarover. Nou, dat zal veel te overdreven zijn. Maar wel dat soort ervaring bij de producten zelf en een soort van het zorgen dat de trip naar een supermarkt iets een leuke activiteit is, dat is denk ik waar je naartoe gaat. En de type interacties zijn dan heel anders en veel minder functioneel, zoals je die nu misschien in sommige gevallen meer hebt. Ja. Lisa, wat zou je eigenlijk in oktober willen presenteren? Wat is je doel op de Design Week natuurlijk? Ja, dat is een goede vraag. ik heb ben nog zo zoekende in het project. En ik ben me ook nog een beetje bekend aan het maken
met dit onderwerp. Maar ik denk dat dat ook wel juist een goede positie is, dat ik een beetje als soort buitenstaander daarin kan springen. Maar waar ik nu wel het meest geïnteresseerd in ben, ik ben aan het kijken naar een soort van ambient futures. Dus ik zou wel iets willen presenteren wat een ervaring is die niet per se via een schermpje te ervaren is, zeg maar. Dus veel interacties zijn gewoon via een schermpje of via je telefoon. Je scant iets en dan lees je bijvoorbeeld waar een product vandaan kan komen, dat soort dingen. Maar ik zou willen dat veel meer een embodied experience zou kunnen worden. En dat klinkt nog steeds heel vaag en dat is nog in mijn hoofd ook nog vaag. Maar intuïtief heb ik het idee van dat zou wel tof zijn als dat zou kunnen. Yeah. Ik zie nu hier achter jou op het beeld. Dit was een voorbeeld van een nieuw meta-ritueel wat ik tegenkwam. Van een collega die hierover vertelde. Zij laat al haar boodschappen thuis bezorgen. Mm-hmm. Maar zij kijkt dus thuis dan dit soort video's van op TikTok. En dat is een soort ASMR-video over mensen die boodschappen gaan doen bij de Target. En een Amerikaanse supermarkt. En je ziet eigenlijk gewoon iemand de hele tijd dingen in hun mandje leggen. En het gaat heel erg over die kleuren en de esthetiek en het geluid van die hand met die lange nagels die dat plastic vasthoudt. En en dat werkt voor haar dus heel geruststellend om dat te kijken. En het heeft iets van self-care. Dit gaat ook, dit zegt ook allemaal hashtag self-care. En wat ik hier uithaal is van, oh ja, je hebt dus iets nodig om gerustgesteld te worden. En misschien kunnen we dat ook naar de supermarkt halen. Maar waarom dan niet zelf naar de supermarkt? Als je zo gerustgesteld wordt door de supermarkt. Ja, maar dit vind ik dan zo'n dat je dit dan thuis gaat zitten kijken. Ja. Dat ik vind dat een hele gekke ontwikkeling. Ik ook. maar ja, en als ik het dan naar mijn eigen ervaring trek, ik hou niet zo heel erg van boodschappen doen. Ik vind het gewoon een stressvolle bezigheid. Oké. Misschien daar zit denk ik ook dat idee in van, oh, ik zou dit gewoon meer rustig willen, een soort mindful. En dat haal ik hier dan een beetje uit, dat mensen daar naar op zoek zijn. En zet je dit dan op terwijl je je eigen boodschappen in je kastjes zet of zo? Dat je een soort van simulatie hebt met een rustige laag? Dan zou ik liever dat dus in de supermarkt dan vormgeven en veel meer dat het een soort zentuin zou kunnen worden. Zoiets. Oh, dat is ook een mooie. ja, dus de supermarkt als zentuin. Ja. Is dat iets? Ik denk zeker. Geen Michael Bublé meer over de speakers, gewoon rustig? Nee, ik denk dat het een soort van een rustige supermarkt is denk ik ook wel. Of tenminste, ik kan me voorstellen dat er veel impulsen zijn. En dan als je zegt van ja, ik wil eigenlijk dat er minder is. Je krijgt meteen gedachten in mijn hoofd van oké. Dan krijg je een soort van augmented reality, dat het een enorme zentuin is, dat je alle andere mensen om je heen niet ziet. Dan denk ik, ja, dat kan. Maar ik denk dat je dan ook de juiste sociale interactie daar ook in soort van zoekt. Ja. Dus ik denk dat het een heel erg. Ik zie het niet meteen een soort van zentuin worden. Wat ik wel weer dan zie is gewoon tuintjes. Dus echt gewoon vertical farming-achtige dingen. Oh ja. In de supermarkt. Wat misschien wel kan helpen. En ik denk dat ook meer, of tenminste misschien een deel juist is van wat je aangeeft. Van ja, je kan andere sensory inputs creëren bij een supermarkt, waardoor het wat rustgevender wordt. Ja. Of in ieder geval dat de ervaring, misschien is dat beter, dat de ervaring anders wordt en dat het ook makkelijker is om het mindful te maken. Want je kan nog steeds mindful de soort van de supermarkt in. Ik bedoel, als ik in het buitenland ben, een van de eerste dingen die ik wil doen is gewoon de supermarkt bekijken. Ik zie hier iemand heel erg jaken. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Dus dan is het ook niet met een functie van ik moet nu mijn boodschappen halen, maar dan is het met een hele andere intentie ook, wat je ook aangeeft. Ja. Ook omdat het misschien iets zegt over het land waar je bent. Bijvoorbeeld, ja. En in die zin moet dus ook een supermarkt spiegelen aan een maatschappij of zo. Het spiegelt de wensen van de maatschappij. Zeker, ja. Miguel, welkom. Partner van de embassy ook. Thema food wordt behandeld op de industrieel ontwerp aan TU Eindhoven. Waarom is die combinatie zo belangrijk? Wat kunnen ontwerpers doen met food wat jou betreft? Nou ja, we horen eigenlijk al in alle gesprekken heel veel aspecten aan bod komen. We hebben het over data gehad, we hebben het over nieuwe technologieën. We hebben het over maatschappelijk impact, de behoeften van de gebruikers, de ervaringen die ze nodig hebben. We moeten waarde creëren voor partners zoals Albert Heijn, voor de toeleveranciers, voor alle stakeholders die erbij betrokken zijn. En je wil ook iets creëren en maken. En ontwerpers kunnen dat heel goed om naar al die verschillende aspecten te kijken en op een creatieve manier proberen iets te creëren.
wat mensen in de toekomst een kijkje in de toekomst kan geven. En dat is de kracht van ontwerpers. Dat is wat wij doen binnen onze groep. The Future Every Day proberen we die toekomst zichtbaar te maken. En inzichtelijk te maken en ervaarbaar te maken voor de gebruikers. En ja, voedsel is iets wat ons allemaal samenbrengt. En ik denk dat studenten, het is een prachtige uitdaging voor studenten ook. Om daarmee aan de slag te gaan. En voor ons om te zien wat voor methodes we daarbij kunnen ontwikkelen. Ja. Wat we kunnen zien. En wat denk je dan als ik spreek over mijn huif of om data achter te laten in de supermarkt? Ligt daar ook een rol voor ontwerpers? Hoe zou je dat aanpakken? Nou ja, je leidt ontwerpers ook op om kritisch na te denken over al die aspecten. Inderdaad, wat Alexander ook zei. De manier waarop we nu kijken naar technologie is heel anders dan de manier waarop we 20 jaar geleden naar die technologie keken. Misschien dachten we 20 jaar geleden niet van, ik wil niet weten dat iedereen weet wat voor boodschappen ik doe. Mm. Maar iedereen scant nu wel gewoon zijn bonuskaart. Bij het doen van boodschappen. Dus Albert Heijn weet precies. Ik heb een anoniem hoor. Dat kan, ik ook. Ja, ja. Maar heel veel mensen niet, want we krijgen ook kortingen. En dat zijn ook mogelijkheden. Dus ja, wat we over 10 of 20 jaar willen doen, dat zal heel erg veranderen. Maar het is wel belangrijk dat je ontwerpers en studenten ook opleidt om daar kritisch over na te denken. Om in ieder geval na te denken van wat zijn die consequenties? En wat zijn de mogelijke toekomsten die we hebben? Wat zijn de toekomsten die we zouden willen? Maar ook inderdaad, wat zijn die dystopische toekomsten die we eventueel niet zouden willen? Ja, precies. Hoe begeleid jij nou studenten naar wat een goede toekomst is? Want inderdaad, net zoals wat gezondheid is dat natuurlijk heel veel debat over. Misschien nog wel meer dan over gezondheid. Nou, een student moet zijn eigen visie ontwikkelen daarin. En een student moet zijn eigen weten wat ze zelf belangrijk vinden. En ik daag studenten uit om na te denken over wat ze zelf belangrijk vinden. Dat vinden ze heel moeilijk, want ze wilden altijd weten wat ik belangrijk vind, omdat ik ze moet beoordelen vaak. Ja. Maar ik beoordeel ze juist op het feit van, ja, kan je zelf een mening vormen? En niet zozeer kan je zelf een mening vormen, maar kan je die mening ook onderbouwen en staven met, als je vindt dat je de Albert Heijn wilt ondersteunen, dan moet je ook laten zien en aantonen dat zij zich ondersteund voelen door het ontwerp wat je brengt. Of wil je juist een maatschappelijk probleem of een maatschappelijke uitdaging adresseren, kom dan ook met bewijs vanuit die maatschappij dat belangrijk is. Of laat zien dat die technologie die je in je hoofd hebt ook daadwerkelijk toepasbaar is over 20 jaar. Dus ze moeten wel, ze kunnen niet zomaar iets bedenken. Ze moeten ook laten zien vanuit de evidence, vanuit het bewijs dat ze halen uit de verschillende aspecten, dat iets wat zij bedacht hebben ook realistisch is, ook daadwerkelijk mogelijk zal zijn over een paar jaar. En functioneert. Laten we misschien een klein rondje doen van, ik hou toch van die toekomstvoorspellingen. Hoe ziet het eruit in 2050? Geen idee. ik denk dat iedereen uiteindelijk heel erg vanuit zijn eigen visie en zijn eigen mening nadenkt. Voor mij zou het heel belangrijk zijn dat we, we hadden het vanochtend over, of vanmiddag over het zoeken van je voedsel. Ik vind het fantastisch om het bos in te gaan en paddenstoelen te gaan zoeken of walnoten te plukken. En zou de supermarkt misschien distributed zijn over de stad en dat ik gewoon boodschap ga doen door de stad te wandelen, want dat vind ik leuk. Ik ga daar mijn aubergines halen en ik weet daar een buffel boerderij die fantastische mozzarella maakt. En dat is ook zoals het vroeger was. Zoals het vroeger voor mij wel, ja. Maar dat kan ook op een andere manier. En misschien zijn elementen van dat vroeger kunnen we wel weer terughalen naar het heden. Dus ondersteund vanuit een soort spel wat mij uitdaagt. Van ik wil vanavond een burger gaan maken. En dit zijn de ideeën die ik heb. En ik word begeleid door de stad in een soort game. Waarin ik daar mijn boodschappen, het lekkerste kaas kan halen. En daar het meel voor mijn broodje. En daar is hele mooie boter. En als ik het daar ga samenbrengen, dan kan ik mijn later naar die overbrengen waar ik het kan voorbereiden. En in die interactie kom ik allemaal mensen tegen en ontdek ik nieuwe dingen. Ja, maar je hebt ook nog een baan, toch? En een leven. Ja. Wanneer doe je dit? Nou ja, ik dat is mijn ontspanning. Ik vind het heerlijk om als ik thuis kom om 6 uur of 6:30, om gewoon de keuken in te stappen en in mijn koelkast te kijken, wat heb ik? Ik ga nog even wat halen. En dan moet je nog de stad door. Dus dat kan. Dat nou ja, ik moet toch van mijn werk naar huis fietsen. Ja. Oké, interessant. Dus het is een zentuin. Dat zou jouw wens zijn. En wat is je
professionele voorspelling? Professionele voorspelling? Nou, ik denk dat ik het meer als een soort... toch een soort fysieke plek waar mensen samen kunnen komen. Dus dat je daar nog wel verschillende mensen uit verschillende lagen van de samenleving tegen kunt komen. En daar iets beleeft. Maar in ieder geval dat je nog wel die encounters, zeg maar, nog steeds hebt. Dat je niet allemaal maar in je eigen privébubbeltje dingen thuis laat bezorgen. Maar dat je ook nog andere mensen tegenkomt en daar nog interacties mee hebt. En daarvan leert. En zou je dat willen of vind je het belangrijk? Allebei. Of wel allebei? Ja. Ja, okay. Ja. Want ik vind het namelijk op papier ook belangrijk. Maar ik zou het ook heel lekker vinden om gewoon het gemak te hebben van een supermarkt die prettig is. En gewoon helemaal voor jou op maat is. Ja, ik denk dat het misschien... omdat je nu misschien een aantal keer per week naar de supermarkt zou gaan voor je dagelijkse boodschappen. Stel, je zou je dagelijkse boodschappen gewoon thuis laten bezorgen, dat je dan voor andere redenen naar de supermarkt gaat, zeg maar. Dus dan zou dat maar één keer per week zijn. Maar dat daar dan wel nog iets gebeurt. Ja. En dat je een reden hebt om daar naartoe te gaan. Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Ik denk het ook. Dat je tweeledig. Enerzijds heb je gewoon het functionele. Als ik naar mezelf kijk, ik bestel gewoon elke week mijn boodschappen. En als ik naar de supermarkt ga, dan mag dat wat mij betreft ook een experience zijn. Dus ik zie het veel meer als een experience center. Waarbij je ook juist mensen die steeds meer een passie gaan hebben voor eten en ook het hele systeem om eten heen. En de producten en de ambacht gaan waarderen. Dat er heel veel mensen zijn. Ik bedoel, hoeveel thuiskoks, zeker nu met corona, et cetera. Dat groeit alleen maar, die passie daarvoor. En dat is dan de fysieke locatie waar je naartoe gaat. Waar je elkaar ontmoet, waar je de producten ontmoet. En waar je ook persoonlijk op een bepaalde manier geholpen wordt. Dus voor mij zijn die twee dingen al, zeg maar, een splitsing die naast elkaar bestaan. Ja, de efficiëntie is er vanaf als je alles zelf bestelt, zeg maar. De druk van de dagelijkse producten. Dus je hoeft niet elke dag... bij wijze van naar de supermarkt, dat fietstochtje door de stad, bij wijze van te doen. Ja, word je gek als je dat elke dag moet doen. Ja, misschien is het juist wel ontspannend. Ja, ja. Maar je kan wel bij wijze van de zaterdagmiddag met de hele familie een food experience doen. En dat hoeft dan niet misschien elke week, maar dat kan in een bepaalde frequentie dat voor elke persoon of voor ieder ander is. Ja, dus winkel, museum, pretpark hebben we al zendtuin en avontuur hebben we al opgeschreven. Chloe, wat is je... Ja, nou ja, ik vind dus, wat al genoemd werd, er is niet één toekomst. Er zijn meerdere mogelijke toekomsten. Hmm. En dat is ook wat we natuurlijk willen laten zien straks tijdens de Dutch Design Week in die Embassy of Food, in die tentoonstelling. Dus dat meerdere scenario's naast elkaar kunnen bestaan. Ik vind het fantastisch om boodschappen te doen. Ik vind het echt superleuk. Waarom eigenlijk? Ja, ik vind het echt heel ontspannend. Ik vind het ook vooral leuk om gewoon een hele kar vol te gooien met dingen. Gewoon vooral groente, fruit. En dan, ik koop meestal veel te veel. Maar ik gooi nooit wat weg. Omdat je zoekt dan naar wat creatief moet kijken als je wat over hebt. Wat je ermee gaat doen. En als het dan misschien niet meer zo heel vers is. Wat ga je er dan mee doen? En dat vind ik een uitdaging. Mijn man vindt het bijvoorbeeld verschrikkelijk om boodschappen te doen. Ik ben bijvoorbeeld echt een techno-optimist. Dus als we het over 30 jaar hebben... Ik hoorde Miguel heel erg dingen benoemen van het hier en nu. Weet je, lekkere boter, melk daar, kaas daar. Ik denk dat alle dierlijke producten sowieso vervangen zullen worden door alternatieven. Wellicht ook wel andere exoten die geïmporteerd moeten worden. Dus ik vind het heel interessant om juist die... technologische oplossingen. Stel je voor dat dingen als een vertical farm, waar je zelf door het groeirecept aan te passen je eigen tomaat kan ontwerpen, die een andere smaak heeft, andere voedingswaarde, andere kleur heeft. Nou, fantastisch. Of kweekvlees, dat je zelf kan bepalen wat voor een type. Dat is natuurlijk wel nog van dierlijke cellen, maar ja, daar hoeven ze geen dieren voor te slachten. Dus dat vind ik dan wel weer oké. Maar dus dat je een verschillende samenstelling kan maken met misschien deels koe, deels weet ik veel, os, deels dino, deels vis, weet ik veel. Een lekkere hybride vorm. Maar dat bijvoorbeeld die wetenschappers daar ook meteen zijn. En dat je ze kan helpen met onderzoek. Dat je inderdaad
je lichaam kan laten scannen en een gepersonaliseerd voedingsadvies krijgt. Dat je ergens anders kan experimenteren met nieuwe texturen en digitale productietechnieken, zoals een 3D-printer die dan wat verder ontwikkeld is. Ik zie het echt voor me als een soort van Sjaak in de chocoladefabriek. Yeah. Waar je gewoon denkt, wow, vet. En als je dan inderdaad bijvoorbeeld voeden los ziet van die hele beleving, dan heb je misschien minder stress. Want we hadden het net bijvoorbeeld in het begin natuurlijk over gezondheid en over data. Stel je voor, heel veel mensen struggelen met gezond eten en met overgewicht of met andere chronische ziekten die ook van voedsel komen. Dus stel je voor, je hoeft je daar allemaal niet meer druk over te maken. Je krijgt gewoon je basisvoeding die perfect is voor jou. En dan kun je vervolgens die hele beleving weer toevoegen. Nou, en dat gepaard met soort van die speeltuin van nieuwe technieken waar je dan ook interactief mee aan de slag gaat. Dat lijkt mij echt fantastisch. Mij ook. Ik, ja, ik ben erbij. Geweldig. Wat gebeurt er bij jouw embassy tot aan de Dutch Design Week? Ja, dus de ontwerpers die zijn nu en de studenten die zijn nu aan de slag met het uitwerken van hun projecten. In half mei moet daar een soort van final richting zijn en dat hun project duidelijk is waar ze naartoe willen gaan. In juni en in juli wordt dat, dus juni voor de studenten, juli voor de ontwerpers, wordt dat opgeleverd. De vraag was echt een interactieve beleving, dus in hun visie van die supermarkt van de toekomst. En dan van juli tot oktober hebben we de tijd om het te gaan produceren. Dus waar hulp nodig is, ondersteunen wij. En dan hopelijk kun je je daar laten, kun je in zo'n microbe shower stappen, kun je een zentuin versie van Lisa met ambient technologie beleven. En misschien een zien hoe die supermarkt eruit zou zien als een superbeing, wie weet. Dus het is nu nog heel open. Ja, ik ben helemaal excited geworden voor de supermarkt van de toekomst. En wat misschien nog leuk is om te zeggen, is dat we nu met Sjoerd Koopmans dus ook werken. Om die hele beleving dus ook visueel eromheen te bouwen. Dus zodra je die tentoonstelling al binnenkomt, dat je al denkt, hier gaat iets leuks of vets gebeuren. En daar hopen we echt op dat het echt een toffe beleving gaat worden. Te zien in Eindhoven van 22 tot en met 30 oktober op de Design Week. Yes. Dankjewel. Dank jullie allemaal voor jullie antwoorden en voor jullie komst. Dit was de laatste aflevering uit deze reeks. Je kunt alle afleveringen terugkijken op worlddesignembassies.com. Dan is er ook nog een podcast, de tekentafel van de World Design Embassies. Beluister die ook vooral. En inderdaad, dan hopen we je te zien in Eindhoven van 22 tot en met 30 oktober bij de Dutch Design Week. Tot dan. Dankjewel.